Goedemorgen kijkers, dag 5, South by Southwest. Gisteren gekeken en geluisterd vooral naar Nonni de la Peña. Dat is de godmother of virtual reality. Nou, ik zou bijna zeggen, laat het virtual maar zitten. Want wat gebeurt er? Realiteit is virtuele realiteit geworden. Een mooi voorbeeld. Zij zit in San Francisco, er is een interviewer in Barcelona. Zij doen een interview met telecommunicatie. Maar in een Barcelona, in de studio, staat zij ook vertegenwoordigd in een soort robot. En het lijkt voor de journalist alsof ze dus met elkaar face-to-face zitten te praten. Dat is toch wel een beetje waar het naartoe gaat. Een ander mooi voorbeeld is, er zijn rechtszaken geweest in Amerika, waarbij zij vooral met haar virtuele realiteitsstudio in staat is om crime scenes na te bootsen, waarbij de judges een veel beter en een eerlijker beeld van de realiteit krijgen door virtual reality. Je snapt het al, een begin van een periode waarbij VR-technologie veel meer en meer wordt geïntegreerd in bestaande filmtechnologieën. Bij bedrijven in commercials, bij bedrijven in representaties, bij projecten om een beter beeld te geven aan de doelgroepen met wie je in gesprek wil. Het is gewoon een nieuwe wereld die eigenlijk een soort virtuele wereld omarmt en een geheel 3D, 360 graden representatie gaat geven. Nonni de la Peña, zij is de godmother op het gebied van VR. Dat was hem.